tijdens de week van lezen en schrijven die van 8 tot en met 14 september in Nederland wordt gehouden, werden bezoekers van de weekmarkt in Veghel donderdag geattendeerd op het digitaalhuis bij de bibliotheken in Meijerijstad. Hier probeert men laaggeletterdheid aan te pakken en te voorkomen, want het probleem is groot. Vaak weten mensen niet eens dat het zo groot is, maar het beperkt gewoon echt je dagelijkse leven. Op het moment dat jij niet formulieren kunt invullen, je weet de weg niet goed te vinden omdat je niet iets kunt opzoeken op internet, dan ben je echt wel in je leven beperkt en dat willen we graag aanpakken. Als ik ze nu vanmorgen heb aangesproken, dan merk ik echt dat vooral het digitale een probleem is. Dus het omgaan met je smartphone, op je iPad iets regelen of op de computer een e-mail sturen. Maar vaak hebben mensen geen weet ervan dat ze geholpen kunnen worden. En vaak is het ook zo dat mensen ook schaamte hebben. Hè? Ze worden vaak al geholpen door de kleinkinderen of door de kinderen en dan is het wel goed. Maar ja, het kan zijn dat je ook geen hulp hebt en dat je gewoon dat kunt krijgen bij de bibliotheek of bij een andere instantie. Marianne Hellings leest veel. Met lezen en schrijven heeft zij geen moeite. Het probleem zit bij haar in het digitale. Maar er komt een oplossing. Klopt, ze hebben me hierover gehaald om een cursus te doen. Om er wat handiger in te worden. En dat wil ik zeker gaan doen. Is er thuis niemand die het u kan leren? Jawel, zeker wel. Er is iemand die het zelf heel goed kan. Dat is mijn man. En die kan het me wel uitleggen, maar een cursus is denk ik beter. Iemand die verder van u afstaat en die het beter uit kan leggen. Niet dat hij het niet goed kan, maar het is toch anders, door iemand anders. Wat hoopt u te leren? De gewone simpele dingen, de bankzaken en gewoon wat makkelijker. Ik kan wel werken op de computer, maar het kan beter, laten we zo zeggen. Niet iedereen heeft nu al behoefte aan een cursus. Nog niet. Dat komt waarschijnlijk nog. Als ik vastloop met de computer. Gebruikt u de computer? Alleen voor googlen. Maar wist u ook dat bij de bibliotheek, dat ze daar ook wat dat betreft uw wegwijs maken? Ja, dat heb ik gelezen in de krant. Ja. Is misschien iets om te gaan doen? Ja, hou ik hem achterhoofd. Als ik vastloop. En dat overkomt ook mevrouw Swinkels. Ja, regelmatig. Maar dan heb ik toch een mensen weer voor, hè? Niet veel eigenlijk, nee. Ja, want e-mailadres en de moeilijke rekeningen en alles. Maar meer is ook niet eigenlijk. We hebben verschillende cursussen die de mensen eigenlijk gratis kunnen volgen. Dat zijn cursussen op het gebied van lezen en schrijven. Maar ook heel concreet van hoe kan ik omgaan met mijn smartphone. Of hoe kan ik de iPad bedienen. Dus er is van alles mogelijk. Een taalmaatje, een digimaatje. Dus 1-op-1 begeleiding. Er is van alles. Je ziet vaak dat mensen eenmaal, als ze de cursus gaan volgen of als ze binnen zijn, dat ze zo blij zijn, hè, dat ze geholpen worden. En dan is het vaak al meteen weg. Maar die eerste stap om over de drempel te gaan, die moeten we samen nemen. En daarom staan we ook op de markt vandaag.